ben Robijnen en ik ga per 1 december mijn eigen restaurant beginnen in Duizen. Het mooie aan koken is dat je elke dag lekker bezig kunt zijn met de mooiste producten die er eigenlijk zijn op de wereld. Ja, als je groenten binnenkomen, je ziet dat alles weer vers is en alles top is. Ja, dat vind ik persoonlijk het mooiste wat er is. Ik volg nu de studie De Rooi Pannen in Eindhoven, niveau 4, gespecialiseerd kok. Tijdens mijn studie zit ik 1 dag op school, werk ik 4 dagen. Nou bij restaurant Oude Tramhalte in Duizel. Per 1 december is restaurant Oude Tramhalte voor mij en een kampioen. 21 jaar is heel jong om een eigen restaurant te beginnen. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint, zeg ik altijd. Tegenwoordig gebruiken we veel nieuwe apparatuur in de keuken. Een goed voorbeeld daarvan is de Reuner. De Reuner is een warmhoutbad waar je zelf de temperatuur in kunt stellen. En dat is perfect om je vlees, vis, de juiste garing en de juiste eiwitenzymen te sturen. Kalfshaas doen we 13 minuten garen op 63 graden in de Reuner. Dan haal ik hem uit de Reuner, laat ik hem heel even rusten. En dan is het eigenlijk alleen maar heel even bakken en dan heb je je vlees top. Nog een nieuw apparatuur wat we tegenwoordig heel veel in de keuken zien is een shockvriezer. Dat is eigenlijk een vriezer die een product 10 keer sneller kan bevriezen als een normale vriezer. En nu heb je ook een thermoblender, dat is een blender die ook op temperatuur kan. Dus als je soepen of saus wil maken, is eigenlijk alles in de blender doen. Zet de apparaat aan op 100 graden en zo kun je sausen, soepen allemaal heel snel en makkelijk maken. En door de nieuwe technieken is het mogelijk dat we met een kleine brigade net zo goede kwaliteit voor hetzelfde aantal gasten kunnen leveren. Of misschien wel betere kwaliteit. Mijn kookstijl is gebaseerd op puur het product naar voren te trekken. Het basisproduct, het vlees, het vis. Maar de rest, de groentjes, de garnituren, die liggen mooi door elkaar heen, mooi verfijnd. Maar ook de gerechten in een nieuw jasje te steken, 2013. Niet meer zoals vroeger, te klassiek, maar wel iets spannender. Ik wil mensen verrassen, mensen blij maken met wat ze krijgen. Mensen hebben tegenwoordig steeds minder tijd om thuis te koken. Daarom wordt het ook aantrekkelijker om de stoofgerechten, de sucade, weer terug te brengen in de restaurants. Mijn eigen restaurant wil ik graag gebruik maken van onderdelen van het rund, van het kalf, wat mensen iets minder goed kennen. Waar ik de mensen juist mee kan verrassen, omdat je daar ook super kwaliteit aan kunt geven. Een voorbeeld daarvan is kalfsoester of jodaas. Ik denk dat meer restaurants kant-en-klaar producten gaan maken. Dat ze zelf verse soepen maken, in potjes doen. En dat mensen die op kunnen komen halen of dat mensen die weg gaan brengen. De keuken van de toekomst is sneller, met minder mensen een betere kwaliteit leveren.